Zo ziet het er in meerdere Oekraïnse steden uit, een dag na de grote aanval. Huizen zijn kapot en mensen zijn geschrokken en verdrietig. Wessel de Jong volgt voor het Jeugdjournaal de oorlog en vertelt over de aanval. Nou, Rusland op dit moment neemt wraak op Oekraïne. Vorige week hebben de Oekraïners in Rusland allerlei fabrieken aangevallen waar de Russen benzine maken. Nou, daarom hebben vandaag de Russen de stroom aangevallen in Oekraïne. Daar hebben een heleboel mensen last van. Een miljoen mensen hebben geen elektriciteit. Maar bij die aanvallen er komen brokstukken van raketten komen eigenlijk overal terecht. Ook gewoon op huizen. Ruim 2 jaar geleden viel het Russische leger Oekraïne binnen. Sindsdien is er oorlog en heeft Rusland een groot deel van het land bezet. Er wordt nog steeds hard gevochten tussen Oekraïense en Russische soldaten, vooral in het oosten. Maar vannacht schoot Rusland meerdere raketten af op plekken door het hele land. De 150 raketten die Rusland zou hebben afgevuurd waren dus vooral gericht op fabrieken en plekken waar energie wordt opgewekt. Door de aanval hebben meer dan 1 miljoen mensen dus geen stroom. In deze stad doen ook de stoplichten het daardoor niet en rijdt de metro niet. Onder het puin wordt gezocht naar vermisten. En soms lukt het om iemand te redden, zoals deze vrouw. Je kunt zeggen dat deze oorlog een uitputtingsslag is. Het gaat er eigenlijk over wie heeft de meeste wapens en wie heeft de meeste soldaten. Nou, bij wie die het eerst opraken, de soldaten en de wapens, die gaat het waarschijnlijk opgeven. Maar hoe lang dat gaat duren, daar is echt niks zinnigs over te zeggen.